Hoi, Robin hier en welkom bij alweer de laatste aflevering van Robbers Smalltalk. Ja, we weten wie de mol is en dat is Everin. En had ik dit geweten? Ja, eigenlijk wel. Had ik daarvoor moeten kiezen? Ja, had ik kunnen doen. Maar mijn twijfel was te groot tussen Freesia en Everin, waardoor ik de keuze niet kon maken. Maar hey, we hebben dit seizoen ook weer gedaan. En het was voor mij ook weer een hele toffe ervaring om dit met jullie te kunnen delen. Maar het is nu tijd voor de nabespreking en laten we beginnen met de bekendmaking van de mol. Ja, de bekendmaking van de mol. Het was eindelijk weer een normale bekendmaking. En het was op een andere locatie dan dat het normaal is, in plaats van in het Vondelpark. En naar het moment toe van de bekendmaking, ja, dit was toch wel iets speciaals. En het was ook wel leuk om dat te zien. Zeker omdat we aan het begin van het seizoen en eigenlijk ook elke aflevering hebben gezien wie daar boven aan die trap stond. Ik ben de mol. En toen ik zat te kijken en de finalisten de kaarten overhandigde aan Rick om binnen te kunnen komen, zei ik al tijdens dat moment van ja, het is Everin. En ja, op dat moment kon ik mijn verdachte niet meer veranderen in de mol-app. Dus ik heb het 50-50 gedaan van Freesia en met Everin. En dat heeft in ieder geval binnen mijn vriendengroep tot een goed resultaat geleid, zoals je hier kan zien. En daarna de bekendmaking van de winnend en de verliezend finalist. Dat was ook best wel een bijzondere, want zowel Freesia als Kim Lian hadden allebei 34 van de 50 vragen goed. Alleen het enige verschil was 50 seconden. En met die 50 seconden was het in dit verhaal in het voordeel van Freesia, waardoor zij de winnend finalist was en Kim Lian de verliezend finalist. De winnaar van Wie is de Mol? Seizoen 22 is Freesia! Ja, ik moet eigenlijk wel zeggen dat ik wel een soort van verbaasd ben dat Freesia de winnend finalist is. Zeker omdat Kim Lian al langer op Everin zat. En daarnaast ook nog eens het feit dat Freesia eigenlijk na aflevering 2 eruit had gelegen. Ik vind het in ieder geval erg bijzonder, maar gelukkig heeft zij zich meer dan tijd te kunnen herpakken om alsnog te kunnen winnen. Maar goed, en dat is mijn mening, ben ik blij dat Kim Lian niet de mol is. En Everin, ja, die verdient natuurlijk een Oscar voor zijn acteerprestaties. De molacties die zo gaan komen waren voor mij de leukste om te zien. En die ga ik ook bespreken. Dat betekent dat ik ze niet allemaal laat zien. Als je ze allemaal wil zien, dan kan je natuurlijk de aflevering terugkijken. En er staat op YouTube, voor wie is de mol, staat als goed is een video van bijna een half uur met alle molacties van Everin. Ja, en we beginnen op een iets andere plek. Namelijk bij de opdracht vakbondje, waar ik Everin begon te verdenken. Flink staaltje acteerwerk van de mol. Je bent niet te vertrouwen, man. Bij aflevering 3 van Robbers Smalltalk zei ik al dat het een oprechte reactie leek. Maar als hij de mol bleek te zijn, kreeg hij een Oscar voor zijn acteerprestaties. Dus bij deze, nou ja, gefeliciteerd. Maar goed, bij de opdrachten binnen en buiten bereik was Everin al heel goed bezig om dingen te veranderen. Ondanks de druk van Kim Lian die constant naar hem aan het kijken was. Heeft hij het toch heel erg goed gedaan. Jullie waren echt ontzettend goed met die dobbelstenen op één gooien. Ondertussen probeerde ik al die dobbelstenen weer op een ander getal te zetten. Terwijl ik Kim echt daadwerkelijk haar blik in mijn rug voelde branden. Ja, dit zijn toch hele gedurfde acties geweest die jij heeft uitgevoerd. Ja, natuurlijk door de productie is het minder opvallend gemaakt. En verdachten natuurlijk iemand anders, in dit geval Kim Lian, die dus alles aan het drinken was. Nou ja, noem maar op. En dan nog maar niet te spreken over de pingpongballen die hij eruit heeft gespeeld. Mijn doel was om de ballen met 500, 250 en 150 er zo snel mogelijk uit te vinden. En dat heb ik gedaan. Freesia, gefeliciteerd. 10 euro. En dan de veelbesproken opdracht waar Everin in de boot zat in aflevering 7. En dit was natuurlijk wel heel mooi om terug te zien. Zeker vanwege het feit dat hij heel veel risico's nam bij deze opdracht. Maar waar is mijn mol? Hier wil ik op de foto. Ik zie je.
En natuurlijk heeft hij ook bij Freesia en Letizia heel veel geluk gehad dat hij niet is gezien. Precies op een moment ging een toeter af. En toen deed je dit. Wat? Toen moest ik echt heel snel duiken. Want ik dacht, zij gaat mij nu zien. Maar ook jij hebt mij niet gezien. En het viel mij ook wel op dat vrouw Letizia gedurende de opdrachten, eigenlijk het gehele seizoen dat zij erin zat, dat zij best wel goed om zich heen keek om te kijken of er niet opvallende dingen waren, waardoor Everin bijna gepakt was. Maar ja, helaas was dat niet genoeg voor haar en dacht zij dat haar mol op het strand zat. En dan natuurlijk hebben we de opdracht Carpet Diem, waar ik zei dat Everin niet heel veel kleden had en heel veel kleine kleden vooral had opgehaald. Ik heb juist kleine tapijten nodig. Small, ja. Yeah. Very small ones. En dat hij ook weer had gevraagd om de kleden op te halen. Wilt u tegen de kandidaten zeggen dat u geen tapijten meer uitleent? Are you gonna take it away? Where is she's killing me? Ja, ze is niet zo blij. Ja, en toen kon ik natuurlijk, toen ik dat zag, kon ik mezelf voor mijn kop slaan. Dat ik alsnog Freesia verdacht als mol. Ja, in ieder geval chapeau voor Everin. En dan de opdrachten met de step in aflevering 8. Man. Dat was ook weer een hele duidelijke hint richting Everin. Zeker toen hij bij Kim Lian zei dat hij al heel veel had gedaan die dag. En dat Kim Lian erop reageerde dat hij het hele seizoen al heel veel had gedaan. En dan weet je het, en dan heb ik er toch nog niks mee gedaan. Nou, ik ben goed bezig geweest. Maar goed, gelukkig is het een hints en theorieën video. Dus dat maakt de pijn wel een beetje zachter voor mij in ieder geval. Zo, deze doe ik hier. Zo. Ik begraaf het even. Hoppa, tweede onderdeel. Deze nou hier in leg. En dan natuurlijk het laatste moment. En ik vond dat ook wel het meest leuke moment van de hele laatste aflevering van Wie is de Mol? Ja, die stop je dan in de pot. De porseleinpot. Ik heb hier, toen ik het zag, ook ontzettend hard erom zitten lachen. En ik heb hierdoor ook heel veel respect voor hem gekregen. En nou ja, zoals we dan weten is Freesia met €8.065 er vandoor gegaan. Die ze ook aan een aantal goede doelen heeft gedoneerd. En zoals we weten is dit de laagste pot ooit. Dus in dat geval, ja, dit had niet beter kunnen zijn. En dan als laatste een stukje onze community. Dit is een nieuw stukje die ik deze video graag even wilde introduceren. En de reden voor mij is eigenlijk heel simpel, omdat dit voor mij het beste seizoen van Robben Small Talk is geweest. En dat wil ik graag met jullie ook delen. En ja, natuurlijk het even netjes af te ronden, de verdenkingen wie jullie hadden in aflevering 9. Dat was natuurlijk Freesia met het grootste aantal verdenkingen van 57%, Everin met 31% en Kim Lian met 12%. Ja, heel kort gezegd, dat hield in dat Freesia iets minder werd verdacht en Everin iets meer dan de voorgaande aflevering. Deze was dit voor mij ook het eerste seizoen met zoveel reacties. En het waren er in totaal 57. En het is eigenlijk een beetje begonnen door de reacties die links van mij staan. Ja, en het waren natuurlijk niet de meest vriendelijke reacties of hoe je het ook wil zien. Maar goed, ik sta altijd open voor kritiek om natuurlijk mijn video's beter te maken en leuker te maken voor jullie om naar te kijken uiteraard. Ja, en dit heeft ook zeker weten geholpen. En ook na die afleveringen zijn de aantal views gewoon echt enorm hoog geschoten. En het totaal aantal views zonder deze video uiteraard, is iets meer als 5900. En dit is voor mij in ieder geval ja, het meeste aantal. Want het vorige seizoen, en ook het eerste seizoen dat ik het deed, zat ik rond de 4000. Echt dus een heel stuk minder. En dan het aantal likes. En dat was voor mij echt wel een heel bijzonder iets. Het waren in totaal 165 likes en wel geteld 2 hele dislikes. En dat is ook in voorgaande seizoenen heb ik ook een groot aantal video's gehad waar het aantal likes en dislikes gewoon bijna gelijk waren. En dat is natuurlijk minder. Maar dit is echt gewoon een heel bijzonder moment. En uiteraard ook als laatste dit seizoen heb ik 53 abonnees erbij gekregen. En ja, daarom ook namens mij richting jullie als kijkers wil ik jullie enorm bedanken voor alle reacties, likes, abonnees en alles wat jullie hebben gedaan. En dit heeft voor mij persoonlijk best wel veel betekenis gehad. En daarom ben ik jullie hier ook enorm dankbaar voor. Dan is het alweer tijd voor de afsluiting van deze aflevering en van het seizoen van Wie is de Mol. Ik vond dit eigenlijk het leukste seizoen wat ik tot nu toe heb gezien van Wie is de Mol. En daarnaast ook hoe Everin heeft zitten mollen. Ik vond het echt gewoon geniaal. Ik vond hem dan ook tot nu toe eigenlijk de leukste mol die ik heb gezien. Ja, en zoals ik net ook al zei, wil ik graag nogmaals iedereen bedanken. Die heeft gereageerd, die heeft geliked, die heeft gekeken en alles erop en eraan. Ja, dit had
had en heeft nog steeds voor mij best wel heel veel betekenis. En zoals bekend gaat 20 maart het nieuwe seizoen van De Mol België weer verstart. Ik ga hier zelf geen video's van maken, mede omdat ik hier eigenlijk geen tijd voor heb. Ik zit met werk en het wordt op zondag uitgezonden. En daarnaast heb ik nog wat andere dingen op de planning staan, waardoor ik eigenlijk helemaal geen tijd overhoud. Maar ik zal uiteraard wel De Mol terug gaan kijken, of in ieder geval De Mol gaan kijken, want ik vond het... De keren dat ik het heb gezien, vond ik het ontzettend leuk. Zeker omdat het met onbekende mensen was. Dus dat, ja, in ieder geval voor nu zeg ik dan ook bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. En als je al bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten, zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik weer een nieuwe video heb geüpload. En er gaan zeker nog een aantal komen. En dan is het enige wat nu nog overblijft, is dat ik zeg tegen jullie... Later...